Dag dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ronski's Adventures. Ja, we hebben er weer een. We hebben weer een vlog. We hebben weer een filmpje voor de YouTube. Mocht ook wel tijd worden, hè? Want er is de laatste tijd is er niet veel geüpload door mij. Dat heeft zo zijn redenen, kom ik later wel een keertje op terug. Eerst hebben we iets leuks, namelijk ons vorige filmpje liet zien dat ik mijn motor ging inleveren. Wow, en dat is wel eventjes spannend natuurlijk. En wat is er voor teruggekomen? En is er iets voor teruggekomen? Dat laat ik u nu zien. Zit u klaar? Ik laat het u zien. Ik zit nu op een hele mooie locatie. Ik heb net eventjes getankt, mijn eerste keer. En kijk, dit is hem geworden. Is het een motor? Nee. Wat? Geen motor? Ja, ik kan er zelf ook weinig aan doen. Het is gewoon een scooter. Een 50cc scootertje. En ik vond hem wel mooi. En dat motorrijden, ja, weet je wat het is, dat motorrijden? Hij gaf me meer stress dan plezier. En scooterrijden, daar hoef je niet een heel motorpak voor aan te trekken en daar moet je niet helemaal voor weet ik veel wat. Dit is gewoon opstappen en gaan met die banaan. Het is nog een leuk modelletje ook. Natuurlijk, het is niet te vergelijken met de motor. Maar ja, dat kan dan ook niet. Oh, maar dat kan dan natuurlijk ook niet. Hè? Ik bedoel, hij heeft wel een erg leuk spoeltje hoor. De scooter. Het enige nadeel is, hij gaat niet harder dan 50. Nou ja, 60. Zegt het niet tegen de politie. Maar dat is het enige wat ik heb in moeten leveren. Nou, als dat het enige is, had ik zelf eigenlijk wel zoiets van, dat moesten we maar doen dan. Ik heb nu in totaal 89 kilometer gereden. Deze brommer is 89 kilometer jong. Dat kunnen niet veel mensen zeggen. En totaal is die 89. Klokkie, de trip. Want hier zit nog nieuwe olie in. Inrijolie. En LED koplamp. Is van LED. Knipperlicht is dus. Hier gaan wij in vervolgens onze routes mee maken. Dus, dat is hem geworden. Ik ga een stukje rijden. Want nu heb ik dus ook geen tomtom meer. Dus dan gaan we even zeggen waar ik naartoe wil. En ik wil toe naar de Kerkplein nummertje 1 in Woerden. Weer, wat een weer, wat een weer weer. Dit is echt heel mooi weer, dames en heren.
Ik zit nog niet met de motorpak aan. Geen motorlaarzen, geen motorjas, geen motorbroek. Lekker doorwaaien. Oh, wat een genot zeg. In mijn t-shirtje. Dat is weer het voordeel van een brommer in plaats van de motor. De motor moet je motorpak aan en de hele bubs. En met de scooter hoeft het niet. Maar ja, het is verstandig voor wel natuurlijk. Het is natuurlijk verstandig om het wel te doen, maar ja, op de scooter hoeft het niet. Waar ga ik vandaag naartoe? Wij gaan naar de provincie Utrecht. De provincie Utrecht, daar zit een gemeente, die heet Woerden. En in Woerden is ieder jaar een straattheaterfestival. Het is een straattheaterfestival. En verspreid over de hele stad, over de hele binnenstad. Verspreid over de hele binnenstad zijn er dan uitvoeringen van straatartiesten. Smal weggetje. Zo smal dat hij doodloopt. Goed, take two. Ging niet helemaal lekker. Maar als het goed is, moet hij nou goed gaan. Ik zat een beetje in de knoop met de weg. Ja, daar ging een motor. Anders had ik ook op de motor gezeten. Maar dit is ook lekker hoor. Sla links af. Daarna sla links af. Sla links af. Daarna links aanhouden. Links aanhouden. Daarna sla rechts af. Sla rechts af. Daarna scherp links af. Scherp linksaf. Daarna sla linksaf. Sla linksaf. Daarna sla linksaf. Sla linksaf. Daarna rechts aanhouden. Ja, ik zal het ook wel. Ja, basis is ook goed.
Thank you.
Ja.